De avondklok, klimaatbeleid, steeds vaker oordeelt de rechter in politiek gevoelige kwesties. Is dat wel een goed idee? Hoe kan de rechter dat het beste doen en hoe onderbouw je zo'n oordeel? Dat zijn vragen waar ik een antwoord op wil vinden. We leven in tijden van grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan klimaatverandering, de coronapandemie. En burgers worden steeds mondiger. Zijn het lang niet altijd eens met de beslissingen die de regering neemt. En soms stappen ze dan ook naar de rechter om de koers van de overheid bij te sturen. En wat we in Nederland zien is dat de drempel om dat te doen voor burgers, vooral voor belangengroeperingen, niet zo heel hoog is. Dus dat verklaart mede waarom we nu steeds meer van dit soort zaken zien. En denk dan bijvoorbeeld aan de agendazaak over het klimaatbeleid, de zaak over het terughalen van de kinderen van IS-strijders uit Syrië en natuurlijk het recente oordeel over de avondklok. In de eerste plaats lees en bestudeer ik die uitspraken van de rechter heel nauwkeurig. En wat ik dan doe is dat ik zoek naar algemeenheden, wetmatigheden die in al die verschillende uitspraken ontdekt kunnen worden. Welke argumenten gebruikt de rechter? Hoe interpreteert hij de grondwet bijvoorbeeld? En daarnaast kijk ik naar theorieën over de rol van de rechter in een democratie. En hoe deze ontwikkeling daarbinnen past. En wat moeten we er dan eigenlijk van vinden dat die rechter de keuzes van politici bij kan sturen? En tot slot doe ik aan rechtsvergelijking. Ik kijk naar de vraag hoe het gaat in andere landen, bijvoorbeeld Duitsland en Amerika, waar dit soort ontwikkelingen zich al wat langer voordoen en kijken of we daar iets van kunnen leren. Met mijn onderzoek hoop ik uiteindelijk aan te kunnen geven hoe de rechter om moet gaan met problemen die hij veel tegenkomt in dit soort zaken. Hoe zorgt hij er bijvoorbeeld voor dat hij mensenrechten beschermt, maar tegelijkertijd niet te veel in het vaarwater van de politiek terechtkomt? Betekent dat misschien dat hij soms moet kunnen zeggen dat hij zich niet over een zaak uit kan laten omdat die zaak te politiek gevoelig is? Dat gebeurt bijvoorbeeld wel eens in de Verenigde Staten. Dus wat ik uiteindelijk hoop te doen is het aanreiken van handvatten aan de rechter om dit soort zaken tot een goed of nog beter einde te kunnen brengen. En wat ik ook mooi vind aan mijn onderzoek is dat het zo dicht op de actualiteit in de praktijk zit. Denk aan die zaak over de avondklok. Die heb ik geanalyseerd, bestudeerd, daar schrijf ik dan een stuk over. En daarmee hoop ik ook een beetje te beïnvloeden hoe de rechter in het vervolg met dit soort zaken omgaat. Dus dat je met je onderzoek zo dicht op die actualiteit zit, vind ik enorm leuk. Nou, rechters spelen een hele belangrijke rol in onze maatschappij. Ze zijn onafhankelijk, onpartijdig. En je ziet ook dat het vertrouwen van de burger in de rechter heel groot is. Zeker als je dat vergelijkt met het vertrouwen ten opzichte van andere politieke instituties. Maar tegelijkertijd zien we dat de rol van de rechter door dit soort politiek gevoelige zaken onder druk komt te staan. Politici als Baudet, als Wilders, die oefenen kritiek uit op de rechter. En dat maakt dat de rechter ook een beetje voorwerp wordt van politiek debat. En juist tegen die achtergrond is het denk ik van enorm belang om wetenschappelijk onderzoek te doen naar die uitspraken van de rechter. En om te kijken of en hoe dat in de toekomst misschien beter kan.